Goedemorgen. Vandaag is het Pasen en ik denk dat ik zo even moet gaan helpen zoeken buiten, want ik heb vanmorgen eieren verstopt en mijn kinderen zijn nog steeds aan het zoeken. Dus als ze zo klaar zijn met de tekening, dan ga ik maar even helpen buiten met het zoeken van de eieren, want anders vinden ze van de zomer nog eieren. Nou verstop ik chocolade-eieren, dus ik weet niet wat daar dan van overblijft. Maar goed, laten we eerst maar eens wat vrolijke paasdingen tekenen. Bijvoorbeeld eieren of paashaas. Of, nou ja, laten we gewoon even paasdingen gaan tekenen. Doe je mee? Ja, vandaag Pasen. Gaan we eieren zoeken. Nou, laten we dus versierde eieren gaan tekenen dan. Het Pasen. Een paaseieren tekenen is eigenlijk best leuk. En helemaal niet zo heel moeilijk. Want je verzint gewoon eigen patroontjes erop. Hè, dat hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn. Zo. Je kan allerlei dingen verzinnen op zo'n ei. Hier nog ruitjes intekenen. Maar ook met schilderen kan je natuurlijk allerlei eieren verzinnen. Een gestippeld ei doen natuurlijk ook. Ja, rood met witte stippen, dan heb je een beetje paddenstoel effect. Dan heb je ook een kans als je hem verstopt dat de kinderen hem niet kunnen vinden. Wat denken ze? Het is een paddenstoel. Dus dat is helemaal geen echt ei. Je kan er natuurlijk ook gewoon strepen op trekken. Of andersom, hè. Je kan er ook een ruitje van maken. Ga zo maar door. Wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk ook gewoon de paashaas. Hoe ziet zo'n paashaas er nou uit? Hij heeft in ieder geval grote oren. Zo. Nou, dan heeft hij natuurlijk zijn... neus. Natuurlijk zo. Leuke ogen zo. En inderdaad, net zoals bij die bever. Grote tanden. En hij heeft natuurlijk iets van een tuinbroek aan. Natuurlijk ook wel weer leuk, zo'n haas met een tuinbroek aan. En een mandje op zijn rug met eieren erin. Hier liggen er allemaal eieren in. Zo. Goed. En dan heeft hij natuurlijk een staart en hele lange poten. Want hij moet natuurlijk goed kunnen springen. Hè? Zo. De voorpoten een beetje vergeten. Dus dat heeft hij hier naar voren hangen. Zo. Want dan moet hij de tas kunnen dragen. Nou ja. Een beetje een idee van een paashaas. Je ziet ook konijntjes. Oh ja, we hebben natuurlijk ook nog de bloemetjes. Hè? De hyacinten, of wat zijn het? Ja, zijn toch hyacinten? Kijk, dat weet ik dan weer niet. Ondanks dat ik ook nog een lauwe maandag landbouwschool heb gedaan. Nou goed. Al mijn studies maar ophouden, want dat is niet interessant. Zo. Nou,
Pasen, hè? Pasen is het, we vieren eigenlijk het begin van de lente. Gewoon andere bloemetjes doen. Het gras, hè? Ik zou zeggen, ga zelf lekker aan de slag met verschillende paaselementen. Genoeg dingen te verzinnen bij het paasfeest. Nou ja, voornamelijk veel eieren. En nou maar hopen dat je niet misselijk wordt van al het eieren eten. Want dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Ik wens jullie allemaal een fijne paasweekend en... ik zie jullie morgen in een volgende video. Tot morgen!